deze wandeling zeer goed, omdat wij eigenlijk een stukje Gent hebben ontdekt dat momenteel nog niet bij iedereen bekend is. En ik denk dat het ook leuk is voor die bepaalde elementen erbij te zien die dan ook te maken hebben met de confiserie Geldof. En ik vond dat wel leuk. Ik vond het een heel tof initiatief. En we zagen ook een keer een kantje van Gent dat we eigenlijk anders niet ontdekken. Ik vond het zeer verrassend. Ik ben in straatjes geweest in Gent waar ik nog nooit geweest ben. De stopplaatsen waar je een zoetigheidje kan krijgen, zoals een wafeltje of een ijsje, zijn natuurlijk helemaal de max. We hebben vandaag twee producten. Enerzijds een Cuberdon Genever. Daarnaast ook een advocaat met Cuberdon. Dus het leuke aan een Cuberdon cocktail is dat Cuberdon Genever zich goed leent om eigenlijk gebruikt te worden in een cocktail. Het is een heel zoete smaak en die kan je perfect gaan combineren met een soort bittere toetsen zoals citroen en een tonic. We hebben voor de neuzenwandeling een galet gemaakt. Een heel oud recept met daartussen de Cuberdon saus. Heel lekker. Super lekker. Dat is een praline. En ik heb geleerd van, ik denk dat het de maker is of de leverancier, dat je de praline volledig in je mond moet steken. En dat dan de Cuberdon smaak en de andere vulling in je mond samenkomt. Ik heb speciaal voor de neuzentour een chocolaatje ontwikkeld met slagroom en Cuberdonge. We hebben voor de Cuberdon-wandeling ontwikkeld een ijs op basis van Cuberdon, dus van anijs-Cuberdons, van zwarte Cuberdons.